Goedenavond. Vandaag lokaal zware buien, letterlijk en figuurlijk. Je ziet hem hier hangen, bezwangerd van de zware waterdruppeltjes. En dat valt naar beneden toe. Het was lang niet overal het geval. Het was bij ons wel warm genoeg dat het regen bleef. Dat is anders in het Alpengebied. Hier onderaan het uiterste zuiden van Duitsland en het noorden van Oostenrijk 20 centimeter sneeuw op zo'n 2000 meter hoogte. Voorlopig daar even geen terrasjes weer. Dat is deze bewolking waar het allemaal uitviel. En Nederland had vandaag weliswaar een beetje bewolking, maar ook opklaringen. En verder naar het westen toe zien we weer een band met bewolking liggen. En daar krijgen wij de komende 24 uur mee te maken. Het hoort allemaal bij een lage drukgebied, eindigend in IJsland. Daaromheen zijn dan de fronten gekruld, de weersystemen. En de komende 24 uur komt het rode en het blauwe streepje naar ons toe. En daar zit een beetje bewolking en regen op. De computer heeft wat moeite te berekenen als het weinig regen is. Maar het kan wel degelijk nat zijn, ook later vannacht. En hier ziet u dan wat meer regen voor morgen overdag. Uiteindelijk komen we aan de achterzijde terecht en dan kan het voorzichtig aan weer gaan opklaren en belooft het een paar dagen overwegend droog te blijven. Nou, morgen dus nog niets. Morgen nog even doorbijten bij ons. Geldt overigens ook voor oostelijk Europa. Heel veel regen en onweersbuien in het centrale Middellandse zeegebied met lokaal misschien wel wateroverlast. En dat geldt ook verder naar het oosten in de omgeving van Istanbul. Ja, verder naar het zuidwesten, daar overheerst nog steeds de zon in Spanje en Portugal en delen van Zuid-Frankrijk. Met daar aangename temperaturen. Maar u heeft net gezien, als u wat dichterbij komt in het Alpengebied, zeker in de toppen boven de 2000 meter, heb je je winterjas hard nodig. Nou, bij ons morgen een graad of 16 met die buien. En die buien zijn eigenlijk al zichtbaar op de satellietfoto. Het hoort bij deze bewolking. Daar vooruit vannacht nog wat opklaringen. Maar ja, als er buien gevallen zijn en het klaart op en er is weinig wind, kan er ook lokaal mist ontstaan. Maar de loop van de komende nacht verdwijnt dat, want neemt de bewolking vanuit het westen toe. Tegen de ochtend valt er ook wat regen uit en dat breidt zich morgen uit over het land. En ik verwacht eigenlijk de meeste buien boven het westen en boven het noorden van het land. Temperatuur een graad of 16, 17 hooguit en in de avond klaart het dan vanuit het noordwesten weer op. Nou, dat was wel de heftigste dag van de week. Vrijdag nog een heel enkel buitje, maar daarna dit weekend belooft het droog te zijn met regelmatig de zon erbij, 17 graden, niet veel wind. Prima weekend weer. Fijne nacht.